Best wel groot in je mond, hè? Ik laat vandaag de moedergans in mezelf los. Ik ben vandaag basisschooljuffrouw van groep 5 en 6. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hi, ik ben Lonneke. Rianne. Hi. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja. Ja? Dan gaan wij beginnen met de good morning song. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Oké, okay, een getallenlijn. Lonneke maakt hem af met jullie. Wat heb je na 2 weken? Sam. 200 euro. De apen en de kippenregel oefenen. Trein, machinist, circus, directeur, hoed. Supergoed. Wat vind je het allerleukste aan juf zijn? Contact met de kinderen, vind ik superleuk. En je ziet ze groeien eigenlijk van zo naar zo letterlijk, maar ook gewoon echt in hun leren, zeg maar. Ja. En het is gewoon superleuk dat jij daaraan mag bijdragen, dat ze daarin groeien. Vind je het ooit moeilijk om een klas te laten gaan? Je wordt echt gek op een bepaalde manier op de kinderen. En op het moment dat ze dat soms moeten gaan, dan is het heel goed. Want ik denk dat het ook heel goed is als ze een nieuwe leerkracht krijgen, dat ze weer van een ander wat leren. Maar ik vind het soms wel heel jammer. Ja, dat snap ik. Lonneke die heeft nu al de hele dag met ons meegekeken en die heeft nu wel een beetje een idee, denk ik, hoe ze juf moet zijn. Dus zij gaat nu voor ons de geschiedenisles geven. Lijkt dat jullie leuk? Ja! Ziet Hugo opeens de keizer. Hij had nog nooit zo'n verre reis gemaakt. Hij was heel bang geweest. Hij was bang voor struikrovers, voor wolven. En dan gaan we met elkaar even bekijken wat wij vinden dat Lonneke voor cijfer verdient of dat ze ook wel juf kan worden of niet. Hoe vond je dat ik het heb gedaan? Ja, hartstikke goed. Het was leuk dat je zo enthousiast was naar de kinderen en dat je gewoon lekker flexibel je ding deed. Dat je meedraaide, dat is wel echt belangrijk. Je kon zien dat je hart voor kinderen had, dat je gewoon goed contact had met ze. Verder moet je ook geduldig zijn. Ja, het is wel handig om geduldig te zijn, want kinderen halen soms het bloed onder je nagels vandaan. Echt? Doe het! Is het 2017 Deb? Ja. Nee. Dag Patrick. Deb. Bam. Goed. En ik ook. Ik ga er ook vandoor. Oh, bedankt. Superleuk. Doei. 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 Superleuk. Dankjewel. Dankjewel. Dat was echt wel leuk. Ik heb echt een superleuke dag gehad als kinderjuf. Ik ben wel een beetje moe door alle energie van de kinderen. Maar morgen mag ik weer het kantoor in, want morgen ben ik IT Security Consultant. En lekker naar huis? Ja. Ik ook.